Voorbij het begin breng ik acteurs van huis naar set met een ontbijtje, koffie en een donut. En vandaag breng ik Jelka van Houten naar bureau Warmoestraat. Jongens, wat een teringbende is er hier. Ik heb het al zo vaak gezegd. Gaas in je kop is gaas op de vloer. Zeg maar mop. Ja, het is dus de ontbijtservice. Ja, het is de ontbijtservice. Dus ik heb koffie en donut. Oh, echt? Voor je. Oh jee. Maar die zijn hier stokjes. Kijk, gewoon, het zijn zoute stengels. Die hebben ze er gewoon ingejast. Oké. Okay. Ben je een ochtendmens? Nee. Ik functioneer gewoon niet in de ochtend. Ik heb een hele lage bloeddruk. Oh. Dus om even te dus die donut is inderdaad gewoon even tricky met je bloeddruk. Nou ja, het is meer gewoon, mijn bloed stroomt gewoon niet zo snel naar mijn hoofd. Dus dat duurt eventjes ochtends voordat het daar ongeveer gekomen is. Ja, logisch. Daarbij word ik altijd wakker met een soort van, hoe is het? Hoe laat is het? Wat moet ik doen? Waar zijn de kinderen? Wie ben ik? Dat. Zet jij Shay Life op 5 en op 4 zit die Fooie Mai, die kan er al lang uit, die zit er veel te lang. Want je speelt Selma. Selma. Ik ben eigenlijk een beetje de boets van het bureau, dus je moet eerst langs mij. Ja. En ik heb alles in de gaten, ook dat. Okay. Misschien soms nog wel eerder dan de rest. Dus ik ben eigenlijk de slimste, ik kom het gewoon op neer. Dat is toch eigenlijk leuk om te spelen. Geweldig. En ik ben gewoon van alles. Ik heb humor, ik ben streng. Ja. Ik maak dus de hele dag schakels van flirten naar... jij moet even je bek houden, jij gaat even een kopje koffie drinken. Dat is ook wel lul, zegt hij, even een rot kop. Nou, ze gaat het de hele tijd. Julian de Kok. Oh, dat is met de COCK. Oh, gefeliciteerd. Schrijf ik dat met grote letters. Ik ben normaal dat ik s'avonds, toen ik die scène ging opnemen, die volgens mij ook in de trailer zit, van schrijf je met grote letters die? Ja, ja, die ja. Dat ik dat had bedacht, ik dacht het leek me wel leuk om dat te zeggen. En toen zei ik het tegen Arno, Arno zegt zo, hè? Nou, nee. En toen later zei hij, nou, toch maar. Nou, naast schat, voor een tientje mag je me pijpen. Freek! Virginia. Virginia, als jij nou niet gaat zitten, dan bel ik je moeder. Maar wat heb jij met de jaren 80? Heb je er iets mee? De jaren 80, ik vind sowieso... Ik kan me niks anders herinneren dan mijn moeder met zo'n zalmroze bril. Dat is een soort van herinnering wat in mijn hoofd zit. En dat... Nee, want in de film... heel Amsterdam is anders. Is veranderd vergeleken met de jaren 80. Heb je die set gezien? Het is echt waanzin. Dan gaat mijn art direction bloed echt wel weer stromen. Want het is zo tof gedaan. Dat decor en alles. Maar wat ik ook wel leuk vind is dat de manier waarop gesproken wordt. Of dingen die echt niet kunnen. Dat je denkt, jezus. Ja. Het wordt allemaal maar gezegd. Ja. En het is veel harder eigenlijk. Veel grover. Godverdomme! Merci, hè? Moet je een zetje geven? Ja? Oké. Okay. Doeg! Joe, ik doe hem al dicht. Ja. Bye!